Leuk dat jullie kijken naar deze presentatie over Cross-Little Kids. Mijn naam is Nina Conrij en ik ben werkzaam als promovenda op de afdeling Ontwikkelings- en Onderwijspsychologie aan de universiteiten. En ik sta hier vandaag samen met mijn collega Leonie. Ik ben Leonie Vreeke. Ik werk als universitair docent bij de Universiteit Leiden op dezelfde afdeling als Nina, Onderwijs- en Ontwikkelingspsychologie. En vandaag gaan we jullie wat vertellen over het Cool Little Kids project. Vandaag zou ik eigenlijk oorspronkelijk ook met iemand staan van het Kabouterhuis. Het Kabouterhuis is een medisch orthopedagogisch centrum, onder andere werkzaam in Amsterdam. Door persoonlijke omstandigheden kon die collega van het Kabouterhuis helaas niet aanwezig zijn vandaag. Maar ze schreef meer vertellen hoe het Kabouterhuis ook betrokken is bij het onderzoeksproject. Nou, we gaan het vandaag eens hebben over Cool Little Kids. En Cool Little Kids is een preventieve training voor ouders van angstgevoelige peuters en kleuters. En waar we met name geïntegreerd in zijn kinderen die meer verlegen en teruggetrokken gedrag vertonen. En hier heb je de vraag. Is het eigenlijk een normaal gedrag of is het iets waar je je zorgen over zou moeten maken? Kun je misschien iets meer over vertellen? Ja. Nou, een beetje verlegenheid hoeft helemaal geen probleem te zijn en kan prima bij de normale ontwikkeling horen. Maar er zijn ook kinderen die extreem verlegen reageren op allerlei nieuwe onbekende situaties en op nieuwe onbekende mensen. Zo extreem dat het ze op langere termijn kan belemmeren om de normale dagelijkse dingen te kunnen doen. Zoals bijvoorbeeld naar school gaan of naar zwemles of nieuwe vrienden maken. Ook weten we uit wetenschappelijk onderzoek dat deze kinderen die dat extreem verlegen teruggetrokken gedrag op jonge leeftijd laten zien, dus in de peuter- en kleuterleeftijd al, dat die een meer dan 6 keer zo grote kans hebben op het ontwikkelen van een angststoornis op latere leeftijd. Dus hoewel een beetje verlegen helemaal geen probleem hoeft te zijn, weten we dat kinderen die dit in extreme mate laten zien toch wel een verhoogd risico hebben op een angststoornis. Nou, en waarom is dat belangrijk? Wat we weten van angststoornissen is dat het vaak heel lang duurt voordat deze worden opgemerkt. Kinderen met externaliserend probleemgedrag, dus kinderen die druk, hyperactief gedrag vertonen, worden sneller opgemerkt omdat deze storend zijn voor hun omgeving, bijvoorbeeld in de klas. Maar stille, extreem verlegen en teruggetrokken kinderen zijn vaak rustig en niemand tot last. Waardoor het vaak een hele tijd duurt voordat ze zorg ontvangen. Uit dit Nederlandse onderzoek weten we dat 39% van de mensen met een angststoornis nooit enige zorg heeft ontvangen. En dat 43% van de mensen langer dan een jaar wacht met het zoeken van hulp. Dus langer dan een jaar na het ontstaan van de eerste klachten. Met een gemiddelde van 12 jaar. Dus het duurt vaak 12 jaar met het ontstaan van de eerste klachten tot het zoeken van hulp. En op het moment dat die kinderen dan hulp gaan zoeken, is het al zo'n grote rol gaan spelen in het leven, dat het beter zou zijn om deze kinderen eerder op te sporen en te kijken naar preventieve methodes. Nou, en er zijn manieren om deze extreem verlegen kinderen al eerder op te sporen. Zo gebruiken de GGD Amsterdam en de GGD Groningen een screeningsvragenlijst om deze kinderen op te sporen. Ouders vullen een vragenlijst in als ze naar het consultatiebureau gaan, waarin gevraagd wordt naar dit extreem verlegen en teruggetrokken gedrag. Op basis van de antwoorden die ouders geven, komt daar een groene, oranje of rode score uit, waarbij een groene score betekent dat er geen verhoogd risico is op deze angstproblemen later, en bij oranje en een rode score wel. Nou, wat we om het even samen te vatten. Sommige kinderen zijn extreem verlegen en hebben tot meer dan 6 keer zo grote kans op het ontwikkelen van een angststoornis. We kunnen met een korte, eenvoudige vragenlijst deze kinderen opsporen. Maar wat we nog niet hadden in Nederland was een effectief programma om ervoor te zorgen dat deze kinderen geen angstproblemen gaan ontwikkelen. Dus een programma waarmee we deze angstgevoelige kinderen kunnen begeleiden. En dat hopen we met het Cool Little Kids project te gaan ontwikkelen, te gaan evalueren. En daar gaat Nina wat over vertellen. Dan komen we dus aan het Cool Little Kids project. Nou, wat is het Cool Little Kids project? Het Cool Little Kids project is een onderzoeksproject waarbij we dus onderzoek doen naar 2 nieuwe programma's voor ouders. En deze programma's zijn bedoeld om de ouders te helpen omgaan met het verlegen angstige gedrag van hun kind. En zo om zo uiteindelijk dus hopen wij dat deze kinderen minder angststoornissen ontwikkelen op latere leeftijd.
Nou, voor wie zijn sprongen bedoeld? Deze sprongen zijn dus voor ouders met een kind in leeftijd van 3 tot en met 6 jaar... die meer verlegen of teruggetrokken is dan leeftijdsgenootjes, maar nog geen angststoornis heeft. Het is de sprongen zijn preventief bedoeld. Er is geen verwijzing nodig, geen dossier. Het is heel graag drempelig en is echt bedoeld om te voorkomen dat deze kinderen klachten gaan ontwikkelen. Nou, zoals ik al zei, onderzoeken dus 2 nieuwe programma's. Het eerste programma is een oudertraining en het tweede programma is een boek. Vanwege de tijd zou ik graag alleen wat uitleg gaan geven over de oudertraining. Maar mocht je meer vragen hebben over het boek, stel eens dan gerust in de chat of meer informatie kun je ook vinden op onze website. Nou, de oudertraining voeren wij samen uit met verschillende praktijkorganisaties, waar ons onder andere het Kabouterhuis. En het Kabouterhuis is betrokken bij de uitvoering van deze training. Dus samen met Presens in Amsterdam, maar ook werken wij samen met verschillende andere organisaties die werken zijn bij andere gemeentes, waaronder dus Fort Hughes in Den Haag, Indigo in Rotterdam en ook is ARC in sinds kort betrokken. Even praktisch over de training. Nou, de training bestaat uit 6 bijeenkomsten. En de training wordt begeleid door 2 trainers die werkzaam zijn bij de organisatie die ik net noemde. En het is een groepstraining voor ouders van 6 tot 8 kinderen die online wordt gegeven via Zoom. Oorspronkelijk was de training ontwikkeld om locatie te geven. Maar door de coronacrisis zijn we toch besloten om een online variant te gaan geven. En eigenlijk bevalt het heel erg goed. Want als ik bij wijze van spreken kunnen ze gewoon na op het bed van de kinderen s'avonds als we net wat aansluiten. En zo met andere ouders in gesprek gaan over de verschillende onderwerpen die in de training aan bod komen. Dus eigenlijk valt het heel erg goed. En zijn we daarom besloten om de training gewoon online te blijven uitvoeren. Nou, tijdens de training krijgen de ouders dus uitleg van de trainers over verschillende onderwerpen. Maar ook gaan ze tijdens de tussen de bijeenkomsten door is heel veel ruimte voor praktische oefeningen. En gaan ze echt zelf aan de slag thuis met deze oefeningen. Om ze uiteindelijk de grootste veranderingen teweeg kunnen brengen. Wat ook nog goed om te noemen is dat wij deze training niet zelf hebben ontwikkeld. Maar oorspronkelijk is deze bedacht door psychologen en onderzoekers uit Australië. Daar wordt ook geloof ik 20 jaar inmiddels al ingezet in de praktijk. En schijnt heel goed te werken. Dus wij hopen natuurlijk dat deze training in Nederland net zo goed werkt als daar. Nou, in totaal bestaat de training uit 6 bijeenkomsten, verdeeld over een periode van 10 weken. Nou, in de eerste 4 bijeenkomsten krijg je uitgebreid veel uitleg. Dus voor de eerste bijeenkomst wordt stilgestaan, wat is angst? Hoe wordt een kind angstig? Wat zijn misschien de risicofactoren van angst? In de tweede bijeenkomst gaan ouders leren wat de welhelpende manieren en niet helpende manieren zijn om te gaan met de angst van een kind. In de derde bijeenkomst gaan de ouders leren hoe ze dan een kind kunnen helpen om echt om deze angst heen te komen. In de vierde bijeenkomst wordt stilgestaan met de eigen invloed van de eigen angsten. Dus bijvoorbeeld als een ouder zelf ergens bang voor is, hoe kan dat dan de angst van het kind in de weg staan? In de vijfde en zesde bijeenkomst, daar zit dan meer wat pauzeweken tussen. Zodat ouders echt tussen de bijeenkomsten echt kunnen gaan oefenen met de dingen die ze in de eerste 4 bijeenkomsten geleerd hebben. En wordt de laatste bijeenkomst ook stilgestaan bij de toekomstige uitdagingen. Dus bijvoorbeeld het kind gaat volgend jaar naar een nieuwe klas of gaat op zwemles. Nou, hoe zouden ouders dan ook kunnen voorbereiden om hun kind daarbij te begeleiden? Een praktisch voorbeeld uit de training is de tweede bijeenkomst. Want dan gaan de ouders dus aan de slag met dingen die wel en niet helpen bij de angst van het kind. Nou, elke ouder die heeft natuurlijk het beste voor met zijn kind. Elke ouder wil het kind ondersteunen, wil het kind veel vriendjes maakt, wil het kind geen pijn heeft, niet verdrietig is. Maar ik alles, elke ouder heeft natuurlijk het beste met het kind voor wat ook al goed is. En ook al fijn is dat de ouder een kind ondersteunen. Maar toch kunnen sommige reacties van ouders uiteindelijk het tegenovergestelde effect bereiken, hoe goed bedoeld ze ook zijn. Dus je kunt bijvoorbeeld denken aan de reacties die hier op de site staan. Dus bijvoorbeeld dingen zoals pas op voorzichtig of spannend, hè, waar de ouders juist nadruk leggen op hetgeen wat spannend is. Bijvoorbeeld als een kind op een hoge speeltuinbal speelt en de ouder staat erbij en zegt pas op voorzichtig of kijk je uit. Nou, daarmee krijgt het kind juist het idee van hey, mijn mama vindt het spannend, misschien kan ik het helemaal niet. Waardoor juist dus angst wordt aangewakkerd in plaats van het kind denkt van hé, ik kan dit. Dus door zo'n kleine verandering van de dingen die een ouder tegen een kind zegt, dus dat de ouder zegt van hé, goed zo, je kunt het. Dat zal heel veel kunnen veranderen in wat het kind spannend vindt en wat niet. Dus daar worden ouders in deze bijeenkomsten meer bewuster van gemaakt. Een ander concreet voorbeeld uit training wordt een derde bijeenkomsten. Daar gaan de ouders dus leren om hun kinderen over de angst heen te laten komen aan de hand van exposure. Nou, exposure is natuurlijk blootstelling. Met andere woorden, dus de kinderen moeten echt angst aangaan om hier overheen te komen. En eigenlijk kun je er 3 zones onderscheiden. Nou, de comfortzone is gewoon heel erg veilig. Het kind niks doen wat het spannend vindt. Bijvoorbeeld een kind is bang voor honden. Nou, als het kind in de comfortzone zit, dan ziet het geen honden. Probeert alle honden te ontwijken op straat. Nou, het kind vindt het veel veilig, is niet bang, maar het kind leert ook niks.
Nou, de buitenste zone is de paniczone. Nou, dat gebeurt als je een kind gelijk direct voor een hele grote hond neerzet. Nou, wat gebeurt er dan? Het kind wordt bang, het kind schreeuwt, het kind moet huilen. Nou, het kind leert niks, want ze zijn bezig met deze angst onder controle te houden. Nou, wat de ouders proberen te leren is om een kind in de learningzone te krijgen. En eigenlijk doe je dat als je een kind in kleine stapjes deze angst laat aangaan. Dus bijvoorbeeld, begin eerst in school. Wat kind en honden spannend, zet het kind eerst als een afstandje naar een hond te kijken. Nou, als een kind van afstand naar een hond kijkt, dan ziet het, hé, er gebeurt niks. De hond valt me niet aan. De hond blaft ook niet zo hard als ik van afstandje zie. De hond is eigenlijk helemaal niet eng. Dus zo leert het kind van een hond op afstandje kijken, is niet eng. Nou, het kind krijgt een beloning voor en dan wordt het meer eigenlijk aangemoedigd om nog een stapje verder te gaan. Een tweede stap zou dan kunnen zijn van, hé, misschien kan ik van iets dichterbij die hond gaan kijken. Of ik heb een kleine hond. Dus kun je gaan spelen. Zo stapje voor stapje leert het kind dat de angst voor honden eigenlijk wel eens eng is. En zo kan zo stapje voor stapje over deze angst heen geholpen worden. Dus dat is een derde inkomst. Het gaat dus zelf stapplannen maken om voor de specifieke angst van een kind daar help overheen te komen. Nou. Tot nu toe hebben wij de training uitgevoerd bij ongeveer 80 ouders. Of 80 ouders hebben een programma gevolgd, waarvan dus de helft de training en de andere helft het boek. En tot nu toe zijn de ouders echt heel erg tevreden over de training, zoals je hier ook ziet. Dus de ouders zijn erg positief over de groepsvorm, over de online omgeving, over de trainers. Eigenlijk zijn er weinig negatieve reacties van de ouders hebben die ontvangen. Dus dat is heel erg mooi. Eigenlijk is de hoop dus dat, dat de training ook echt werkt natuurlijk op het verminderen van de angsten. Nou, zoals gezegd is Cool Little Kids project een onderzoek. Het onderzoek is nog bezig. Ouders die geïnteresseerd zijn in het project kunnen zich nog aanmelden. Meer informatie kunt je vinden op onze website. universiteitleiden.nl/cool-little-kids. En natuurlijk kun je ons vragen stellen in de chat na deze sessie. Of een mailtje sturen. Nou, de website ziet er zo uit. Er is alle informatie te vinden voor zowel ouders als professionals. Maar ook informatie over ons als onderzoeksteam. En je kunt je aanmelden via de website. Deze sessie een beetje samen te vatten. We hopen dat we met deze presentatie jullie meer zicht hebben gegeven op ons onderzoeksproject. We hopen natuurlijk terug te komen over niet al te lange tijd, waarin we jullie de resultaten kunnen presenteren van ons onderzoek. En wat we hopen te bereiken is dat verlegen angstig gedrag geen angststoornis wordt. En dat omdat we ouders handvaten hebben gegeven hoe ze met dat gedrag om moeten gaan. Dan gaan we nu nog als afsluiter kijken naar een filmpje over het Cool Little Kids project voor ouders. Dat was onze presentatie. Dank voor de aandacht. Ja, dankjewel. Cool Little Kids is een onderzoeksproject voor ouders van verlegen peuters en kleuters. Verlegenheid op jonge leeftijd is heel normaal, maar extreme verlegenheid kan later problemen met zich meebrengen. We weten uit onderzoek dat deze kinderen een tot wel 6 keer zo grote kans hebben op het ontwikkelen van een angststoornis. Vindt uw kind het spannend om op nieuwe onbekende mensen af te stappen en het middelpunt van de belangstelling te staan of om onbekende speeltoestellen te ontdekken? Met het Cool Little Kids project kunnen we uw kind misschien helpen. Het project bestaat uit 2 eenvoudige programma's die het verlegen angstig gedrag aanpakken. Wij willen graag erachter komen welk van deze programma's het beste werkt. Het eerste programma bestaat uit een oudertraining waarin 6 tot 8 ouders deelnemen. In deze training krijgt u uitleg over angst en verlegen gedrag en leren getrainde professionals uw technieken aan om met dit gedrag om te gaan. Het tweede programma bestaat uit een boek met algemene opvoedtips. Dit boek kunt u thuis op uw eigen tempo doorlezen. In het boek worden verschillende onderwerpen besproken en worden er praktische tips gegeven. Bijvoorbeeld hoe u het beste om kunt gaan met de gevoelens van uw kind. Als u zich aanmeldt voor het project, wordt u willekeurig bij 1 van de 2 programma's ingedeeld. Om te onderzoeken hoe goed de programma's werken, zullen wij u op 4 momenten vragen om een vragenlijst in te vullen en nodigen we u uit voor een interview over de angsten van uw kind. Bent u of kent u een ouder met een kind van 2 tot 6 jaar voor wie dit onderzoeksproject interessant zou kunnen zijn? Of wilt u meer weten en positieve ervaringen van andere ouders lezen? Neem dan een kijkje op onze website of neem contact met ons op.